we moeten 2 centimeter verhogen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de juiste egeline gebruikt, want sommige egelines mag je niet zo hoog mee egaliseren. Dus je hebt egeline nodig waar meer zand in zit. Kortom, je moet de juiste beschrijving lezen om te weten welke egeline jij nodig hebt. Als je egeline gaat smeren, echt belangrijk dat je de ondergrond goed stofvrij maakt. Voorprijmen met de juiste prijmen en alle kieren dichtzetten. Want als jij egeline aan het aanleggen bent en het vloeit van je weg, dan geloof me, dan is het allemaal in de couscous gelopen. Egaliseren tot een bepaalde hoogte, ja. Laat drogen, ja. En dan komen we de vloervorming in en dan gaan we heel dun egaliseren. Maar voordat je de egeline kan smeren, moet je natuurlijk wel de vloer opnieuw voorstrijken, zodat hij minder zuigt. Vergeet dat niet. Je moet de voorstrijk wel goed laten uitdrogen. Let even op, sommige voorstrijk gebruik je nat op nat en sommige moet je uit laten drogen. Check even de verwerkingstijd en de gebruiksaanwijzing. De egelingen goed roeren, goed mengen tot hij echt perfect is geroerd en dan pas op de vloer smeren, anders gaat dat ook niet lekker. De egeling breng ik aan met de kampspaan en ik haal het lucht eruit met deze prikroller. Het voordeel van deze prikroller dat hij ook ervoor zorgt dat het helemaal egaal wordt, net als een ijsbaan. Prikrol gebruiken. Hij haalt de lucht haalt niet eruit, dus je egeline wordt gewoon sterker en hij zorgt ervoor dat het wat beter vloeit en vlak wordt. Trying to find it by myself from the morning to the night without dat your help. Moet hier. Nou, verder kan de winkel.